De regering heeft gisteren 1000 schooltassen in ontvangst genomen. Vrouwelijke ondernemers uit het binnenland hebben de tassen vervaardigd. De overhandiging vond plaats bij het ministerie van Financiën en Planning. ENA-lid Patricia Etnel was de trekker van dit project. Ze gaf aan dat de schooltassen Surinaamse producten zijn die wij moeten blijven koesteren. Zo wordt ook werkgelegenheid gecreëerd. Dat de staat Suriname met lokale vrouwelijke ondernemers in zee is gegaan, vindt Etnel een goede zaak. Zoe Menas, die namens Talking Prince betrokken was, gaf aan heel erg dankbaar te zijn voor deze gelegenheid. Het project past goed binnen de doelstelling van de organisatie om duurzame werkgelegenheid te creëren voor vrouwen in het binnenland. Ook minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is ingenomen met de schooltassen. Vooral daar we aan de vooravond staan van het nieuwe schooljaar. Haar ministerie en dat van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken zullen in kaart brengen welke kinderen in aanmerking komen voor een tas. Minister Armand Achai-Bersing is zeer tevreden. Het project is namelijk in korte tijd afgerond. De tassen zijn niet alleen functioneel, maar ook mooi. En ze doen zeker niet onder voor buitenlandse schooltassen. Dit is een goede stimulans voor de productie in Suriname, meent minister Achai-Bersing.